Net gescoord, dat blijft voor een spits denk ik dan na zo'n wedstrijd de allerlekkerste. Ja, ja, zeker. Natuurlijk ook de 2-1. Die goal heb ik opgetraind op de training met z'n allen. Dus dat is mooi meegenomen. Ja, dat is wel mooi dan, als dat dan tot uiting komt ook. Ja, zeker. We hebben de hele week opgetraind met trainer Roy Makkei en iedereen gewoon. En Steven gaat er langs geven, eerste paar, echt een spitse goal. Hoe zijn de trainingen trouwens, daar eerst even over te beginnen? Want volgens mij is het behoorlijk pittig, zeker voor een jeugdspeler. Ja, dat is wel behoorlijk pittig, maar daar doe je het voor. Je doet het om beter te worden en, ja, en sterker te worden, en zo is het. Merk je dat nu al? Ja, ja, zeker. Het is een groot verschil tussen de eerste elftal en de jeugd. Je traint snel, handelingssnelheid is hoger, niveau is hoger. Ja, je wordt er steeds beter van. Hey, die goal was uitstekend natuurlijk. Daarna nog een paar kansen. Spookt dat ook door je hoofd nu? Ja, ja, ik baal van die kansen. Ik had natuurlijk meer moeten maken. Dat is wat ik moet doen. Ik ga altijd de wedstrijd in met minimaal 2 goals maken. Dan is het gelukt. Hoe is het trainingskamp sowieso tot nu toe voor jou? Ja, dat is een mooie ervaring. Mooi meegenomen. Ik leer heel veel van de spelers. Ervaren spelers, dus heel mooi, ja. En daarna, wat zijn jouw ambities? Mijn ambities om te debuteren in de Kuip. Mijn 17e, dat is mijn echte doel. Ja, want dat zijn er niet veel die op die leeftijd er al aan mogen proeven. Maar je bent er al dichtbij. Ja, zeker. Ik ben er dichtbij. Moet wel lukken, denk ik. Wat moet er nog beter? Ik denk mijn eerste aanname. En ik denk rendement. Niet onbelangrijk voor een spits. Ja, ik vind het wel belangrijk. Dus vaak krijg je 1 kans en dan moet hij gelijk erin zitten. Heb je aan Makkei wat dat betreft een goeie in de staf erbij, die weet wel hoe het moet. Ja, zeker. Is een grote speler vroeger geweest. Die geeft me ook veel tips met aannemen, hoe je positie moet kiezen voor de goal. Dus daar leer ik veel van. En jij hebt natuurlijk Gio ook kort meegemaakt, meegetraind. Nu Jaap Stam. Wat is er anders? Niet veel anders, ja. De trainers zijn wel een stuk hoger en zwaarder. En ja, ik praat denk ik veel meer met de jonge jongens.